Goeiedag. Dit is een pick and card reading met drie kaarten. Maar allereerst hartstikke bedankt voor de nieuwe volgers die ik heb en de nieuwe abonnees. Ben je nog niet abonnee? Voor de mensen die zich hebben geabonneerd, weten waarschijnlijk dat ik dit deck weg ga geven ter promotie van mijn kanaal. Dus mocht je nog niet lid zijn, meld je aan en wie weet. Ben jij degene waar ik dit deck aan verloot? Ook ga ik een aantal readings weggeven, kosteloos. Als je abonnee wordt en ik 250 heb gehaald, dan ga ik een paar mensen uitzoeken waarmee ik dat ga doen. Dus ja, reden genoeg om je aan te melden. En zo promote ik mijn kanaal en zo geef ik jullie er eigenlijk iets voor terug, zo zie ik het. Voor nu, concentreer je op de kaarten. Je mag er één kiezen, maar het mogen er ook twee of drie zijn. Doe waar jij je goed bij voelt. Er zitten geen regels aan, zeg ik altijd. En dan gaan we kijken wat de kaarten je te vertellen hebben. En hopelijk heb je iets aan de boodschap. Wat ik al zei, concentreer je en kies er één uit. Gaan we verder met keuze nummer 1. Tijd om te gaan en ik sta mezelf toe om uit te rusten. Ja, tijd om te gaan. Ik moet ervan zuchten. Het kan zijn dat jij hoofdstukken moet afsluiten in je leven. Dat jij dingen hebt geleerd en dat het dus nu tijd is om te gaan. Je ziet hier een weg die is onbekend. Jij loopt op een pad, je ziet die weg, loopt een beetje duister. Dus waarschijnlijk ben je bang voor wat er komen gaat, maar dat hoeft niet. Wat het ook kan betekenen, dat je bijvoorbeeld op het werk een project bent begonnen, of meerdere misschien. En dat het niet is gegaan zoals jij dat hebt gewenst. Maar dan is het belangrijk om dat eigenlijk los te laten. Dus mocht je in een situatie zitten op werkgebied, dan heeft dat ook te maken dat je dus eigenlijk genoeg ervan hebt geleerd. En en misschien moet je daarmee uit. Ik sta met hetzelfde toe om uit te rusten. Dus pak mee wat je hebt geleerd van de situatie en ga verder. Want de weg, je ziet, hij is een beetje vervaagd, maar hij staat nog gewoon open. Dus. Dus het pad voor je is er nog. Hij is misschien nog niet echt duidelijk voor je, dat zie je hier ook. Maar je ziet hier een, als ik de kaart erbij pak, zie je een poort. Dus door die poort begint weer een nieuw hoofdstuk. En nu is natuurlijk ook een tijd tegenwoordig waarvan heel veel dingen verwarrend zijn natuurlijk. Vooral met de coronaperiode natuurlijk. En heel veel relaties staan ook, want dat moet ik ook nog zeggen, misschien ook, want het kan twee kanten op natuurlijk. Ik heb nu een beetje werk. Maar het kan ook zijn, op relatiegebied, dat jullie niet meer op één lijn zitten. En dat is natuurlijk heel jammer, maar je hebt rust nodig van de situatie om weer helder te denken. Want dit pad nu is nog vaag, maar daarachter is dus weer een nieuwe opening. Maar dat is misschien nu, zie je dat nog niet. Dat voel ik heel erg, maar het is er wel. Dus dat is eigenlijk ook hetzelfde. Neem mee in de relatie wat fijn was, zeg maar. Maar blijf niet erin hangen, dat merk ik wel. En misschien dat jullie zijn, dat jullie uit elkaar zijn gegroeid. En dat je niet meer met elkaar verbonden voelt, laat ik het zo zeggen. En dan is loslaten gewoon heel erg belangrijk. En omdat je gewoon dan weer nieuwe dingen in je leven kan toelaten. En loslaten betekent eigenlijk ook altijd weer een nieuw begin. Maar rust daar wel voor goed uit. En je moet, maar dat is wel belangrijk.
Want loslaten en rusten is gewoon belangrijk. En zet alles voor je op een rijtje. En kijk voor je wat het je heeft gebracht. En neem de mooie momenten mee. En laat het dan los. Al hoe moeilijk het misschien ook zal zijn. Maar ja, er komt wel een nieuw begin. Maar je moet wel de les, die moet je gewoon achter je of meenemen, zeg maar. En de mooie herinneringen, die neem je gewoon mee op je pad. En daar leer je ook van. En dat is heel belangrijk. Dus, en met werkgebied, ja, leer ook van de dingen die je hebt ondervonden. Ook al zijn ze niet zo gegaan zoals het moest. Maar er is een nieuw hoofdstuk. Dus ben je bezig met iets, ga daar gewoon mee door. Maar probeer wel af en toe gewoon even een pauze. En laat het ene los waar jij mee bezig was. En wat niet het resultaat was wat je eigenlijk zou willen. Want er is waarschijnlijk veel iets beters op je pad. Wat je misschien nu nog niet ziet. Dat zie je hier ook. Maar die poort is wel duidelijk. Dus die tussenweg eigenlijk is misschien een beetje vaag. Laat ik het zo zeggen. Maar het eindpunt is beter dan je zou kunnen dromen. En dat voel ik hier heel erg aan. Alleen, neem wel rust. En ook in de relatie, neem ook rust daarin. Dat is ook heel belangrijk. Dus eigenlijk twee boodschappen, werkgericht en relatie. Nou, dan voor nu de eerste boodschap. Ga ik verder met de tweede kaart. Gaan we door met keuze nummer 2. Volhouden. Hele mooie kaart. En ik vertrouw op het hogere plan. Het universum zorgt voor mij. Trust the timing. Nou, dit zegt mij. Volhouden. Zit jij in een situatie waarschijnlijk. Waarbij het niet zo snel gaat als jij eigenlijk zou willen. Dus waarschijnlijk heb jij strubbelingen heen en weer. Het liefst zou jij meteen naar die finish gaan, want je bent goed bezig. Je bent aan het creëren. Of je bent ergens mee bezig. Dat voelt zo. Maar waarschijnlijk gaat het je niet snel genoeg. Maar je moet eigenlijk vooruitkijken en dus eigenlijk het grotere plaatje zien. En daarbij in acht houden dat dus het universum staat altijd achter je. Al zie je dat misschien nu niet. Maar je moet dus volhouden. Dus blijf waar jij mee bezig bent. Je ziet hier ook, als ik het goed zie, blaadjes of iets. Dat houdt ook groei in. Dus jij manifesteert misschien niet zo snel, maar je manifesteert wel voor een langer termijn, laat ik het zo zeggen. En daar moet je je op focussen. Dus hou dit doel wel in voor ogen. En manifesteer je langzaam naar je hogere plan. Laat ik het zo uitleggen. En op relatiegebied kan het zijn dat je op zich wel een stabielere relatie hebt. Maar dat je misschien twijfelt of je wel bestendig is tegen alle omstandigheden. En dat houdt in dat je misschien denkt van past het nog wel bij me? En overwinnen wij alles? En is het niet een beetje saai misschien? Of net of vraag je af of het een soort van test moet doorstaan. En soms is een relatie natuurlijk, heeft zijn ups en zijn downs. En dat, en misschien zit je nu een beetje in een fase van het gaat eigenlijk wel goed, maar is dit echt wat ik wil? Is die spanningen misschien niet meer zo erg? Of is dat een beetje weggeëbd? Maar luister dan naar je hart. Want je hart vertelt altijd wat goed zit. En ook al zitten jullie misschien even in een fase waarvan het misschien een beetje stil ligt. Laat ik het zo zeggen. Maar hou vol. Want
Waarschijnlijk weet je zelf wel dat het eigenlijk een hele stabiele relatie is. En dat is natuurlijk wel heel fijn, want het geeft wel heel veel rust. Nou kan het natuurlijk wel zijn dat het soms niet een relatie is waar misschien heel veel spanning meer in is. Maar dat kan je natuurlijk altijd zelf creëren. En dat komt waarschijnlijk wel als je volhoudt. En dan zul je zien want jij bent waarschijnlijk bezig met dingen ook. Als het samenvoegt natuurlijk, wat ik net vertelde over dat creëren. En dan kan het zijn dat je misschien alleen ook daar gefocust op bent. Dat de relatie ook wat minder stabiel, of dat het wel stabiel is. Maar dat je denkt, nou is dit het nou? Maar ja, dat heb je soms. In de beste relaties komt dat natuurlijk voor. En geen één relatie is perfect. Een relatie is natuurlijk bouwen. En is, ja, is niet gemaakt. Een relatie is niet om maar achterover te zitten en van, oh, het gaat allemaal vanzelf. Nee, daarvoor moet je volhouden. En dan moet je aan werken. En dat werkt van beide kanten natuurlijk. Maar als je dat doet, dan zul je zien dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Dus hou dat wel voor ogen. En wat betreft voor de mensen, of misschien dat het samenvalt, dat kan natuurlijk ook. Op carrièregebied, blijf ook volhouden. Ook al gaat het niet zo hard als je misschien wilt. Want het is natuurlijk een vrij snel dier. Maar ja, je ziet, hij verliest. Ja, eigenlijk zie je zijn achterste. Ja, zie je niet heel duidelijk. Dus je gaat eigenlijk sneller dan de energie eigenlijk kan. Laat ik het zo zeggen. En ja, blijf wel in die energie werken. Maar besef wel dat niet alles meteen je komt aanreiken. Dus je hebt soms ups en downs nodig om te komen waar je bent. Daar leer je van. En nou ja, het universum staat naast je. Dus die zorgt voor je. En dat komt helemaal goed. Dus blijf volhouden. Dat staat natuurlijk ook op die kaart. Maar dat is wel echt een duidelijke boodschap. En soms is het niet zo slecht als het allemaal lijkt. Laat ik dat voorop stellen. En trust the timing staat er ook. Dus ja, vertrouw op het moment. Maar het komt wel manifesteren. Heeft wel ook te maken met wat ik net al zei. Soms manifesteer je iets, maar is het nog niet zichtbaar. Maar blijf daar wel aan bouwen. Ook al zie je nog geen resultaat. Want die vlag die staat hier. Maar het is wel belangrijk om ook door te creëren. Maar wel voor ogen te houden dat alles niet meteen zichtbaar is. Dus ja, van nu nummer 2 ga ik door naar nummer 3. Gaan we verder met keuze nummer 3, glinstering. En ik heb de kracht om elke uitdaging aan te gaan. Nou, een uitdaging zie ik al. Ik snap waarom deze kaart eigenlijk erbij ligt. Glinstering, ja, dat zegt mij. Glinstering is natuurlijk mooi. Je ziet die twee maskers en het kan zijn dat jij of degene waarmee je omgaat op het werk, of ja, ik ga eerst een beetje algemeen doen. Dat je een masker draagt om leuk gevonden te worden. Of je ziet dat mensen bijvoorbeeld heel veel mooie spullen hebben en daar misschien een beetje jaloers op bent. En dat misschien ook zou willen. Maar dat is natuurlijk materie of materialisme. En dat is natuurlijk heel oppervlakkig. Het is natuurlijk heel mooi als je mooie spullen hebt. Want vaak is het zo als de buren een nieuw auto hebben of iets, of kennissen of vrienden. Dat andere mensen dat ook willen hebben. Dat valt mij altijd op. Ik doe daar zelf eigenlijk nooit aan mee. Want ik ben altijd wel puur wie ik ben. En laat mij daar niet door beïnvloeden. Maar ik heb het gevoel dat jullie, en dat is niet aanvallend bedoeld, maar misschien toch als iemand iets heeft dat jullie, nou, dat ook graag zouden willen. En misschien dat jullie niet meteen jaloers zijn, maar dat jullie daar een beetje tegen opkijken. Maar ja, wat ik al zei, dat is vaak een masker en dat is niet wie iemand is. Je kan natuurlijk spullen kopen wat status lijkt te hebben, maar wie zijn die personen achter die spullen?
Wie zijn die personen echt? Want ik vraag me altijd af, waarom moeten mensen zoveel spullen hebben? Wat willen ze daarmee bereiken? Want ja, ik snap dat zelf niet, omdat ik het zelf eigenlijk niet heb. Tuurlijk vind ik mooie spullen mooi, maar ja, ik ben niet zo dat ik daar mee wil pronken van, kijk, ik heb meer. Maar ik voel hier dus dat daar iets zit. Dat er een masker afgedaan mag worden. En in relatiegebied is dat misschien, kan het te maken hebben dat je misschien een masker voorzet omdat je je misschien leuker voor wil doen om leuk gevonden te worden. En dat is natuurlijk nooit goed. Dat is niet de juiste manier. Want mensen weten dan niet wie je bent. Want je past je eigenlijk aan. En dat masker moet je leren af te zetten. En kijken. En misschien bij iemand anders. Misschien ben je op iemand gevallen. Die je misschien cadeautjes geeft. Of die veel bezit heeft. Maar wie is diegene echt? En zou je ook op diegene vallen als die al die bezittingen niet had gehad? Want dat is heel belangrijk aan deze kaart. Het gaat erom. Dit is echt een buitenkant. Maar het is belangrijk voor je om ook te kijken wat als die materialisme er niet is, of al die spullen, wat je dan aan die persoon zou hebben. Geeft diegene je dan genoeg aandacht? Of speel jij iemand die je niet bent om aandacht te krijgen van diegene? Want ja, dat zou ik heel jammer vinden als dat zo is. Want dat kost heel veel energie. En ik zie hier, ja, ga die uitdaging aan, want je hebt het in je. Om dus eens te kijken naar mensen of situaties waar je dus denkt van, hey, vind ik diegene nou leuk omdat hij veel spullen heeft? Of gedraag ik mij anders bij mensen omdat ik eigenlijk ook die status wil? En ga daarmee aan de slag en kijk eens van, goh, wat zou de connectie zijn als dat er allemaal niet was? Wat zit er dan voor mij in, voor waarde? Want dat is heel belangrijk, hè? Wat voor waarde erin zit zonder al die materialisme. Zijn die mensen dan nog steeds zo vrijgevend? En geven ze je ook de aandacht die jij verdient op emotioneel bijvoorbeeld gebied? Dus dat zie ik hier heel erg aan. Dus ga eens kijken van wat brengt het mij als ik al die materialisme weglaat. En hoe zie ik mijzelf? Dat kan natuurlijk ook. En wie ben ik dan? Waarom wil ik mij anders voordoen misschien bij mensen? Waarom vind ik dat belangrijk? Want dat hoeft niet. Je bent mooi zoals je bent. Iedereen is uniek. Je hoeft je niet anders voor te doen. Je hoeft geen masker op te... En dat is natuurlijk tegenwoordig, is dat natuurlijk wel zo, hè? Je hebt natuurlijk Instagram en je hebt allemaal voor de jongere mensen die kijken. Dat hoeft niet, hè? Heel veel mensen op Instagram, dat is niet de echte realiteit. Dus ga niet denken, ik moet ook mooi eruit zien. Of ik moet mij ook... Het kan natuurlijk wel, maar blijf wel dicht bij jezelf. Want mensen gaan je anders zien die je bent. Dat zie je heel vaak. Meisjes die hele mooie accounts hebben op Instagram, die zijn heel erg onzeker. Omdat ze hun ware ik verloren zijn. Omdat ze zo bezig zijn met wat de buitenwereld van ze moet zien. Dat zie ik hier ook in. Dat ze hunzelf verliezen. Hun ware ik die hier staat. Hun innerlijke. Dat is belangrijk. En de buitenkant is niet van belang. Probeer als je wat jonger bent je daar niet in mee te laten gaan. Dat is natuurlijk soms heel lastig, maar probeer voor jezelf een weg ook te vinden dat de buitenkant er niet toe doet dat innerlijk heel belangrijk is. Dat is gewoon, ja, daar draait het om. En niet om de wereld eromheen. En ja, dat is tegenwoordig is dat lastig. Vooral met jongere meisjes. Of misschien dat u dat er iets is dat wat waar u zich toch onzeker over voelt. Dat voel ik heel erg. Maar dat hoeft dus niet. Want je hebt de kracht genoeg. En ga die uitdaging aan en ga kijken
als die maskers af zijn, of het nu die van u of van jou is, of van iemand anders, van relaties of werkgebied. En kijk dan wat je gevoel zegt als dat wegvalt. Dat zie ik hierin. Dan wens ik je heel veel sterkte mee en succes. En ja, het gaat je helemaal lukken, dat wel. Maar blijf bij jezelf. Dat is de boodschap die ik je wil meegeven. En voor nu heel erg bedankt. Mocht je deze video's nou leuk vinden, abonneer je dan en druk dan op het belletje. Dan krijg je dus elke keer als ik een video upload, die in je mailbox. Voor nu heel erg bedankt, heel veel liefs en een fijne dag.